Midden in het Gelderse rivierengebied ligt de gemeente Neerijnen. Ontstaan in 1978, toen de gemeentes Haaften, Waardenburg, Est, Opijnen, Varik en Ophemert werden samengevoegd. Samen met de kleinere dorpen Hellouw, Tuil, Heesselt en Neerijnen vormen zij de 10 kernen van de gemeente Neerijnen. Als je van het oosten naar het westen door de gemeente Neerijnen zwerft, kom je allerlei verschillende landschappen tegen. Links zie ik de rivier de Waal met haar uiterwaarden. Die zijn ook al heel verschillend. Soms weelderige natuur, dan weer koeien in de wei. En rechts verstilde dorpsgezichten. Prachtige Betuwse boerderijen, maar ook nieuwbouwwijkjes, voetbalvelden en heel veel fruit. Een eindje verderop kom ik opeens in een eindeloos polderlandschap. Ja, en natuurlijk, wat ook heel kenmerkend is voor de gemeente, de aanwezigheid van de snelweg, de A2. Bijna alle dorpen liggen op fietsafstand als een lint langs de Waal. Maar ze hebben wel allemaal een eigen gezicht en een eigen karakter. Aan het college van burgemeester en wethouders en aan de leden van de gemeenteraad de uitdaging om bij het bestuur van de gemeente met al deze eigenaardigheden rekening te houden. Dit najaar gaat de gemeente actief aan de slag met het ontwikkelen van een structuurvisie. En dat betekent dat ze met u, de inwoners van het dorp en het buitengebied, een plan gaat maken voor de toekomst. De gemeente wil daarom dit najaar met u in gesprek gaan. Over de nieuwbouw van huizen, over het verkeer, de voorzieningen, economische bedrijvigheid en de inrichting van het landschap. Waarom willen jullie die structuurvisie nou per se samen met de inwoners ontwikkelen? Nou, we vinden het belangrijk dat de mensen nadenken en spreken over hun leef- en woonomgeving. We kunnen pas als bestuurders weloverwogen beslissingen en de juiste beslissingen nemen als de inwoners hun toekomstbeeld van de dorpen kenbaar maken. En wat kunnen de inwoners in het najaar nou verwachten? We nodigen de inwoners van gemeente Neerijnen uit om te praten over de toekomst van een dorp en het buitengebied gemeente Neerijnen. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn wonen en leefbaarheid van de dorpen, natuur en landschap, recreatie, agrarische sector. Dus wij hopen dat de inwoners in grote getale komen om daarover te praten. Een van de vragen die de gemeente u stelt is: hoe gaan we om met het open landschap? Zo wordt het noordwestelijk deel van de gemeente, ten noorden van de dorpen Hellouw, Haaften en Tuil, in het bestemmingsplan gekenmerkt als waardevol open gebied. Tegelijkertijd bevinden zich hier veel rundveehouders die graag willen uitbreiden. Wat moet de gemeente doen voor de agrarische ondernemers in dit gebied? Nou, het gebied leefbouw voor de agrarisch, dat betekent dat ze het gebied zo moeten inrichten dat wij ermee verder kunnen. Het bedrijf economisch gewoon goed kunnen exploiteren, dat we het uit kunnen breiden. Want het is gewoon bekend dat de vaste kosten omhoog gaan en dat we willen we een boterham hier blijven verdienen, dat het toch mogelijk moet zijn om ons bedrijf verder voort te zetten en ook uit te breiden. En ook dat bouwkavel, die, als het nodig is, dat die ook groter wordt en dat we daar de mogelijkheid in ieder geval toe krijgen. En niet dat het alle regeltjes en gebonden is om dat ons tegen te werken. En dat is wel een groot probleem. En wat moet ik me voorstellen bij die uitbreiding? Komen er schuren bij? Komt er land bij? Nou, het is natuurlijk na 2015 is het einde van de melkquotering. Dat betekent dat er geen quotering meer is op ons productieplafond. En dat is eigenlijk voor ons een stap om nog verder te gaan. En dat we dan eindelijk een keer de bedrijf zo rendabel kunnen maken dat het voor ons ook goed is. En dat betekent dat er misschien wellicht een schuur bij moet dat het bedrijf toch wel groter wordt, ja. Wat moet de gemeente doen hier voor het open landschap? Nou, ik zeg altijd dat het land is van de boeren, maar het uitzicht en het landschap en de bermen, de wegen, die zijn van ons, die zijn van iedereen. En als het gaat om de bermen bijvoorbeeld, dan ja, die worden natuurlijk 2 keer per jaar gemaaid. Maar dat is ieder jaar anders. De ene keer kleeplussen, de andere keer wordt het vuil weggehaald, de volgende keer. En dat is, dat moet je niet doen. Je moet daar een plan voor hebben en dat moet op een bepaalde, bewust bepaalde manier. Als je dat niet doet, dan verdwijnen er bepaalde dingen. Vlinders verdwijnen. Ik heb bepaalde vlindersoorten die hier vroeger veel voorkwamen, zie ik niet meer. Koevinkje en oranje tip, die zaten hier vroeger algemeen, zijn verdwenen. En dat komt volgens mij door het bermenbeleid. Je ziet hier overal brandhutten staan. Dat hoeft niet als je die bermen goed verzorgt. Ja? Rondom de boerderijen, ook als er nieuwbouw is, zorgen dat er groen blijft staan.
gewoon verplicht stellen. Als je een schuur bouwt, een nieuwe schuur, dan bouw je dat groen wat je omhakt. Want hier was vroeger overal rondom de boerderijen was groen geplant met de verkaveling. Dat is heel vaak verdwenen door de uitbreiding. Zet dan nieuwe bomen en struiken. En je kan hier rondom kijken, hier, daar. Het is gewoon verdwenen. En dat is jammer, dat kan de gemeente eisen, daar hebben ze recht. En dan natuurlijk ook handhaven. Want als de gemeente hier iets niet doet, dan is het handhaven. Volgend onderwerp waar de gemeente met u over in gesprek wil, is de bouw van nieuwe woningen. Wat voor woningen moeten dit zijn? En waar moeten ze worden gebouwd? Ik zou het heel fijn vinden als de gemeente huizen gaat bouwen. Ook al is het huur of koop, maakt mij niet uit. Als er maar rekening gehouden wordt met de starters en de senioren hier binnen de gemeente. Ik heb zelf voor een 13 jaar terug graag een huis willen kopen, maar er waren binnen de gemeente Neerijnen heel weinig starterswoningen, eigenlijk niet. En toen heb ik helaas moeten uitwijken naar Geldermalsen. Maar nu toch weer terug? Gelukkig ben ik weer terug. En waar moeten die huizen komen, in de grotere kernen? Nee, ik denk dat de huizen ook zeker gebouwd kunnen worden of zouden moeten worden in de kleinere dorpen. Maar ik vind wel dat ze dan rekening moeten houden met het dorpsbeeld, dat de huizen dus wel passen in het dorp waar ze gebouwd worden. En als er dan geen ruimte is, mag er dan een voetbalveld wijken? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat er in ieder geval rekening gehouden moet worden met de wensen die iedereen heeft. En dan maakt het mij niet uit. Maar ik denk als je binnen dijk zou kijken, want er zijn ook mogelijkheden. Dan denk ik zeker dat Opijne een goed voorbeeld kan zijn. Als ze dan maar wel rekening houden met onze visput, want wij willen graag blijven vissen. De gemeente moet meer bejaarden of seniorenwoningen bouwen. Maar wel dat de mensen achterom een vrije uitgang hebben. En dat ze niet met de vuilniswagen of met de kitten door de kamer of de slaapkamer heen moeten om aan de straat te krijgen. Ze hebben gezegd dat de Riegert en de Hoek uitgebreid zouden worden. En dat er ook op het stuk van waar de ijsbaan ligt. En daar zou ook nog woningen gebouwd worden. Maar dat is ook een plan waar schijnbaar een luchtkasteel is gebleven. Maar dat is wel beloofd toen de tijd. Een derde onderwerp waarover de gemeente met u in gesprek gaat, betreft de voorzieningen in de gemeente. Dan denken we aan de zorg, aan openbaar vervoer, aan winkels, aan sport en aan onderwijs. We zouden veel geld en ruimte kunnen besparen als we een aantal voorzieningen gaan centreren in de grotere gemeentes, zoals Haaften, Waardenburg, Ophemert. Maar dat zou betekenen dat u voor de sport, voor de winkels, voor de dokter wat verder moet gaan rijden. De gemeente moet proberen om de voorzieningen aan te trekken in het dorp. En niet proberen allemaal maar supermarkten op een andere plaats. We moeten ze op ons eigen dorp hebben, kleine winkels. Het hoeft voor mij geen supermarkten te zijn. En dan maakt het nog best eens een paar centen per artikel duurder zijn. Maar het moet wel op het eigen dorp te krijgen zijn. En we hebben dat van vroeger ervaren. Toen zat ik tegenover de supermarkt. En dat was ideaal, want als je wat vergeten was, vloep even voor de straat over en je had het weer. Ik denk dat als verenigingen gaan fuseren, dat voetbaltechnisch een heel goed idee is. Financieel voor de gemeente denk ik dat dat ook een positief gevolg zal hebben. Alleen ik denk dat fuseren voor de dorpen zelf een kaalslag gaat geven in alle activiteiten die door de verenigingen, omdat de grootste verenigingen binnen de dorpen zijn, dat een probleem gaat worden. Voor de gemeente is het belangrijk om actief beleid voor de sport te doen. Men wil voor de jeugd een heleboel dingen doen. Men vindt dat de jeugd te stevig wordt, laat ik het zo stellen. En dan is het heel belangrijk om eigenlijk de verenigingen te motiveren om mensen te laten sporten en daar ook meer aan te doen zelf. Eén vraag is nog onbeantwoord gebleven. Wat gaat de gemeente Neerijnen nu echt met uw inbreng doen?
Dat vragen we tenslotte aan de eerste burger van Neerijnen. Nou, allereerst gaan we alle meningen van de inwoners heel serieus nemen. En daarmee kunnen we gaan bouwen aan de toekomst van onze mooie, prachtige gemeente Neerijnen. Gaat u naar de gespreksavond? Ik was wel van plan te gaan, ja, want als je je eigen mening niet geeft, dan heb je ook niks te klagen als het achteraf fout gaat. Dus bij deze wil ik iedereen oproepen, vooral de agrariërs, om toch naar de gespreksavonden te gaan. En ik vind dat iedereen een mening heeft en die mening moet gewoon op de juiste plek komen. En die gespreksavonden zijn daar een goed moment voor om daar je mening te laten horen. Ja, natuurlijk kom ik naar de gespreksavond en ik hoop dat de dorpen of de inwoners van de dorpen daar zelf ook animo voor vinden om naartoe te komen. En dat ze eigenlijk met z'n allen dreigen daar een keer vertonen. Ik vind het zeker belangrijk dat iedereen erbij betrokken wordt met hetgeen wat er gedaan wordt vanuit de gemeente ook. En er hoeft niet allemaal achter het bureautje vandaan te komen. Laat de mensen maar eens praten die erin willen wonen of erin willen zitten. Nu heeft u de gelegenheid om tijdens de gespreksavonden inbreng te leveren aan de toekomst voor uzelf en voor Neerijnen. Ik nodig u van harte uit om daaraan mee te werken.